Rijnburg. Richting Santos en dan is het alarmfase 1 bij de Superboeren. Bal dus naar de zijkant uitverdedigd. Nu is het natuurlijk geen corner. Slechts een ingooi, maar Woudenberg kan die ingooi op een corner doen laten lijken. Met het nodige gevaar meteen voor. Die daar tussendoor sluipt. Een weg naar het doel leek te hebben gevonden en een corner overhoudt. Corner van Limbombe. Niet goed geraakt de bal door Bikel. Die hem wel op zijn hoofd kreeg, maar je kon het geen kopbal noemen. En Van Eijden kon die bal dan niet promoveren tot doelpunt. Het begon met een beetje modregen een minuut geleden. Maar nu is er een tropische plensbui. Als hier een kansje is, maar geen doelpunt voor Peters. Oog in oog met de Duitse doelman Kirsten lepelt Cas Peters die bal wel over de keeper heen. Maar daarmee nog niet tussen de palen. Ja, het moesomtijdperk is aangebroken hier in Nijmegen. Er is geen plek om te schuilen als je op het veld staat. Doornat zijn ze nu al. En dan regent het pas 2 minuten. Een soort van bandenwissel. Dat zie je op een circuit wel eens sneller gaan. Hè? Ja, dan hoeft de coureur ook niets uit te richten. Dan kan hij erbij blijven zitten. Rietsmaier, Santos, maar Wiel kwam ook even aan de bal. Navarone voor. Bereikt Breinburg. Die bereikt weer voor. Dat is een goede combinatie in het 16 meter gebied. Bikel. Geen redding vereist van de keeper. Het is de mooiste aanval tot dusver van NEC. Was dit geen overtreding van Santos? Was dit geen gevaarlijk spel? Nee, volgens de scheidsrechter. Limbombe vroeg zich af, moet ik die bal naar buiten spelen? Omdat die speler daar maar geblesseerd is, Driver. Maar Driver is een Schots en die verbijt de pijn en staat alweer. Bikel, even vastgepakt door Smeets. Limbombe. Wacht totdat er een voorhoede aanwezig is in het 16 meter gebied. Dat is wel essentieel voor een voorzet. Schot van Breinburg, gekraakt door Prupper. Smeets is meteen de bal kwijt. Breinburg, Golla. Het lijkt erop dat NEC er even een schepje bovenop gooit. Even een tempootje hoger. Kane met zijn voorzet richting Rietsmaier. Appel voor Hens en Liesveld gaat daarin mee. En de Graafschap had gedacht in de eerste 11 wedstrijden al genoeg plagen over zich heen te hebben gehad. Maar hier komt de volgende. Een penalty. Het zou best kunnen dat Banning die bal even met de hand raakt. Je ziet hem ook schuldbewust daarna meteen beide handen naar de rug gooien. Zo van, mijn naam is Haas. Maar het leed is al geleden. Waarschijnlijk heeft de scheidsrechter gelijk en maakte die onbedoeld. Hens. En dat is de meevaller voor Santos. De topscorer van NEC heeft nog geen kans gehad vanavond en krijgt hem nu. Een unieke kans, oog in oog met Hidde Jurjus. En Jurjus weet het. De nul is weer een onbereikbaarheid voor de keeper van de Graafschap. Flauwe glimlach van Santos, want die is gewend de doelpunten van de maand te maken. En dit is maar een penalty, maar toch ook heel belangrijk. Want ze moeten er wel in. Smeets. Prupper. Smeets. Het kan naar Driver aan de linkerkant. De schot. Prupper. En een kopkans voor Panning. Peters. Ruikt zijn kansje. Peters, keeper is uit zijn doel. Nou moet die bal er nog in, maar hoe? Peters wil het zelf doen en heeft al geen oog voor Cabezele. Die zijn dienst ook aanbood. Doorgekopt, Prupper. Dan is hier Andrew Driver. En er zijn 3 spelers van de Graafschap, 4 zelfs voor het doel. Kan hij er 1 van vinden? Nee. Golla werkt weg. Smeets. Straalman
Wiel. Peters. Doorgekopt Cabasele. Tesselaar. Is een kans dit? Voor Wanning. En de eerste echte knappe redding van Benjamin Kirsten. Met een reflex kunnen de vingertoppen de bal nog net beroeren. Weer Kirsten. Bikel. Achterhaald door Peters, de spits. Tackle van Wiel. Meer gericht op de man dan op de bal. Een echte superboer zal zeggen, waarom geel? Hij leeft toch nog? Maar de scheidsrechter trekt hier een grens. Voor. Dat is een goede bal op Limbombe. En nu we nog een kans van zien te maken. Breinburg. Naar Verona voor. Santos, ja. Een schitterende goal natuurlijk, waarin zowat iedereen zijn aandeel heeft. En Santos is dan de man die de finishing touch heeft. Dit is een doelpunt waar het hele team een aandeel in heeft. Voor die de bal opdrijft. Limbombe die de aanval in de gang houdt. Dan komt het nu bij Breinburg. En Breinburg heeft oog voor de man die goed voor staat. Voor. En dan is daar weer Santos. Fijne goal. En NEC gaat ook deze wedstrijd winnen. El Jepli. Is een goede bal. Daar is Bannik en dat is een kans. Ja, en als je ze niet maakt, die kansen, ook al die de Graafschap in de eerste helft kreeg, dan win je geen wedstrijden. Dit zijn kansen die moet je maken als je in de Eredivisie wilt blijven. Het wachten is op het eindsignaal van scheidsrechter Liesveld. De winnaar is bekend. De verliezer ook. De stand weer 2-0. Net als vorig jaar twee keer in de Jupiler League. Weer 2-0 voor NEC. Dat zesde blijft, maar in punten gelijk komt met Vitesse. En daar wordt een mens in Nijmegen blij van.